We starten onze trainersbabbel met Timmy Simons, onze winnende trainer. En Timmy, ja, wat is jouw mening over deze wedstrijd? Ja, dat we die winnend hebben kunnen afsluiten is altijd leuk. In het begin hadden we het wel even moeilijk, eerst 10, 12 minuten, omdat we ze in dat systeem of spelsysteem niet verwacht hadden. Maar dan hebben we toch iets meer grip gekregen naarmate de wedstrijd vorderde. En we komen jammer genoeg op 0-1 achter, op een stilstaande fase. Wat eigenlijk een beetje knullig doelpunt was, want hij rolde wel echt heel traag binnen. We waren niet klaar voor de tweede bal op die vrije trap. Maar aan de andere kant hebben we goed gereageerd. En zelfs snel de stop, de break, denk ik dat we meer en meer dominant begonnen te worden in de wedstrijd. En de tweede helft hebben we dat proberen door te zetten. En ik had het gevoel dat we nog wel een puntje zeker uit de brand gingen strepen. Maar dan valt de overwinningstreffer nog een paar minuten voor tijd. Ja, dat is heel leuk om mee te pakken. Zij vallen natuurlijk met 10. Maar dan nog had ik het gevoel dat we wel dominant genoeg waren om die wedstrijd winnend af te sluiten. Voor een einde seizoenswedstrijd vond ik het behoorlijk intensief. Het leek wel bij momenten op een cupmatch. Ik denk dat beide ploegen de match wilden winnen. Ja, dat is het leuke eraan eigenlijk. Lommel wil altijd wel voetballen. En dat is leuk als tegenstander om daar tegen te voetballen. Maar natuurlijk moet je een plan hebben om hun voetbal te stoppen. Dat kan je op verschillende manieren doen. Dat is hoge intensiteit, hoge druk proberen te zetten. En af en toe pak je daar meer risico's. Maar ik denk dat goed gemarcheerd heeft. En zij wilden ook deze wedstrijd winnen, zoals je zegt. En dat is wel leuk voetbal, heen en weer. Zonder veel 100% uitgespeelde kansen. Maar dan ook, ik denk dat het een redelijk aangename partij was. Dat heeft onze bank dan toch. Ik weet niet of dat bij jullie was. Maar nee, al bij al zeer tevreden. We vonden het ook leuk dat er twee jongeren gestart zijn. Hè? Joachim Ngongo en in het middenveld. Ozan Antwang, de bot. Maar het mag zeker gezegd worden ook dat de jongens die ingekomen zijn, zeker voor een versterking gezorgd hebben. En dat het ook dankzij hen een beetje ook is dat we nog de overwinning uit de brand gesleept hebben. Ja, dat kan ik alleen maar bevestigen. En dat is het leuke eraan dat je jongens gretig hebt die op de bank zitten. Ik noem ze niet bankzitters, ik noem ze gamechangers. En dat betekent dat zij, als zij inkomen, dat ze de ploeg iets kunnen bijbrengen. En zo trainen ze ook wel. Iedereen wil spelen, iedereen is gretig om op dat veld te staan. Zelfs de geblesseerden hebben pijn in het hart dat ze er niet kunnen bij zijn. En dat is een sfeer en een omgeving dat je moet proberen te creëren, dat iedereen deel wil uitmaken van die selectie. En zelfs starten, als het niet kan starten, oké, op de bank. En proberen daar het verschil te maken. Wat ook niet elke wedstrijd lukt, want sommige jongens zijn niet gemaakt om in te vallen. En toch kunnen ze het verschil maken. Dus dat is wel leuk dat je jongens moet ontgoochelen, dat ze niet kunnen starten. Maar dan pikken ze het echt wel goed op. En dan kunnen ze die wedstrijd nog naar hun hand zetten. En dat is leuk als trainer. Als ik nog even naar een moment in de wedstrijd mag teruggaan, net voor de rust, raakt iemand van Lommel de bal met de hand, denk ik. Dat had het ideale moment geweest voor ons om via een strafschop gelijk te komen. Ja, klopt. Ik denk dat we net tevoren nog op een corner, ik denk dat met Kettel Borgi ook nog een goede kopkans kregen, die ze nog net van de lijn pareren. En dan inderdaad nog een fase. Handspel al dan niet. Oké, de scheidsrechter nog niet. Het is een natuurlijke beweging, maar ik heb het niet super goed gezien. Maar natuurlijk probeer je alles eraan te doen om toch wel het scheidsrechter kwartet op een andere gedachte te brengen. Maar dat was niet zo, dat hadden we het anders gezien. Oké, dat moet je accepteren. Maar dat was wel een mogelijkheid geweest, stel dat het penalty had geweest, dat je sneller in die wedstrijd had kunnen komen. Maar we hebben het op een andere manier moeten doen. Volgende week nog Deinzen. Mogen we dan andere namen verwachten of hoe pak je die laatste wedstrijd nog aan? Goh, zoals we elke wedstrijd aanpakken. De jongens moeten zich toch op trainen. En zoals zij de voorbije weken gedaan hebben, bijvoorbeeld een Jonathan, een Joachim, een Antoine,
Die jongens hebben zich getoond op trein en dan maak je kans om, om te starten. Dus, maar dat soms is 50-50 en dan moet je toch wel een harde keuze maken en dan bloedt mijn hart. En dat zeg ik soms tegen jongens ook van ja, iedereen verdient het eigenlijk om te spelen, maar je moet keuzes maken als, als trainer. Dat is wel soms hard, maar ik hoop wel dat ze dat begrijpen. En dat volgende week gaat het niet anders zijn. Iedereen zal scherp moeten zijn op training, want je krijgt deze ja, basisplaats zomaar niet cadeau. Als je speelt, dan heb je het verdiend. Onze kapitein terug? Onze kapitein. Ja, ik hoop dat hij fit genoeg is om te spelen. Nee, nee, maar dat zal... ja. Die hebben we vandaag bij momenten wel gemist. Natuurlijk, ja, Lennart is iemand met enorme voetbalkwaliteiten. Dus, maar we zullen zien tijdens de week. Ik ga nog niet te veel prijs geven. Hoe verlopen de onderhandelingen? Mag ik dat vragen? Gaan die de goede richting uit? Wat zijn de plannen naar de toekomst naartoe? Wat, wij zijn in gesprek, dus, maar het is zo dat je niet over één nacht ijs kan gaan. Dus er zijn een aantal punten die we aan het bespreken zijn. Maar dat geldt ja, voor de ganse club eigenlijk, dat we wel een structuur moeten proberen te vinden waarin we nog een stap kunnen zetten. En dat is normaal, dus, je staat nooit stil binnen een club. Dus daar zijn we ook mee bezig om die structuur stilletjes aan neer te zetten. En dan, ja. Dan zullen we wel tegen vaste tijden communiceren. Oké, dankjewel. Ik rust mij gewoon ook van uw proficiat wensen met het behaalde resultaat. We zijn eerste geëindigd in de na-competitie qua punten. Hè, niet qua plaats, maar qua punten. Dus dat is voor een groot deel ook te danken aan, aan jou. Dus wij hopen natuurlijk van u volgend seizoen terug te zien. Dankjewel. Dankjewel.